Oké. Is dat voor iedereen te volgen? Elisa? Ja, het Oké. is ja. Oké. Goedenavond. Het idee was er om in deze coronatijd, waar we toch al heel lang allemaal samen in zitten, om het ook eens te hebben over het thema verlies en rouw. Hoe we hiermee omgaan in coronatijd en hoe dat eventueel door COVID en alle maatregelen ook wordt beïnvloed. Ik ben Johan Maas, ik werk al 25, 30 jaar als psychotherapeut en ook, ik noem mezelf ook rouwtherapeut, omdat ik mij na verloop van tijd daar toch wel wat in gespecialiseerd heb. Ik ben ook als docent verbonden aan het postgraduaat verlies- en rouwconsulent aan de Artevelde Hogeschool. En daarnaast publiceer ik ook af en toe wat over rouw, vooral voor hulpverleners tot nog toe, ook wat algemeen. Maar ook binnen enkele weken verschijnt ook mijn eerste fictieboek of roman, ook over het Lazarus-effect, ook over het thema rouw, hechting, trauma en de impact dat dat heeft op mensen en op een gezin. Misschien een klein citaat uit het boek van David Grossman, een heel mooi boek uit de tijd vallen, waarin hij het heeft over de rouw om zijn zoon, die op vrij jonge leeftijd is overleden. En dat gaat als volgt: hij is dood. Bijna vat ik de betekenis van de klanken. Hij is dood. En ik erken daarmee dat waarheid in die woorden steekt. Hij is dood, maar zijn dood is niet dood. Alleen het breekt mijn hart te denken dat ik, dat het kan, dat ik daarvoor woorden heb gevonden. Ja, we gaan vanavond spreken over rouw. Dat is niet altijd evident in onze maatschappij. Het is geen gemakkelijk thema. Vaak zeggen mensen van, ik weet eigenlijk niet wat zeggen. Ik vind de juiste woorden niet. En daarom gaan we vaak gesprek over rouw uit de weg en gaan we dat vermijden. Terwijl het nogthans heel belangrijk is dat we erover spreken. En er zijn ook heel wat woorden om over rouw te spreken die ook beschikbaar zijn in onze taal. Onze rouwtaal beïnvloedt ook heel sterk onze ervaring van rouw en hoe we rouw uitdrukken. Ja, de woorden die we gebruiken bijvoorbeeld, als we het hebben over verwerken. Ik moet mijn verlies verwerken. Wat betekent dat dan? Of ik moet hem of haar, of ik moet het loslaten. Wat betekent dat dan? Dus er zijn allerlei uitdrukkingen in onze taal die we gebruiken en die soms een beetje clichématig gebruikt worden. En die we ook soms naar onszelf toe verwoorden of naar rouwenden toe verwoorden. En vaak, ofwel worden die woorden of uitdrukkingen ervaren eerder als een muur waar men tegenop loopt en voelt men zich niet begrepen. Ik wil mijn kind niet loslaten. Waarom zou ik dat moeten loslaten? Wat betekent dat loslaten? Ja. In het begin van van de coronatijd en soms nog wordt er vaak gesproken over het tsunami van problemen die op ons af gaan komen, of een tikkende tijdbom in onze maatschappij. Dus dat zijn woorden, als men die gebruikt en ook in de media, dat zijn woorden die impact hebben. En het is belangrijk als we spreken over rouw dat het geen muur is, maar dat we een raam of een deur, dat we openheid geven, opening maken, ruimte maken om over alles te spreken wat we ervaren en voelen en denken. Ja, in onze taal bestaat het woord ondraaglijk. En het is belangrijk dat dat woord bestaat. Het feit dat een pijn, een verlies als ondraaglijk wordt ervaren en wordt benoemd, is ook een erkenning. Ja. Dat wil ook zeggen, het feit dat dat in de taal bestaat, is dat heel wat mensen dat ook zo ervaren als ondraaglijk. Dat een ervaring ondraaglijk kan zijn. Ja. Dus, en dat kan al een stuk steun zijn, kan het al een stuk draaglijker maken.
Ja. Dus de uitdaging waar we altijd voor staan, waar ik voor sta in mijn werk, maar ook gewoon privé, allemaal samen, wat voor rouwdialoog zetten we op met mensen? Ja. Geven we allerlei adviezen? Moet er van alles? Ja. Hebben mensen het gevoel, er wordt wel eens tijd dat het allemaal voorbij is, dat ik het verwerkt heb, afgesloten, losgelaten, een plaats gegeven, geaccepteerd. Ja. Al die woorden die gebruikt worden. Ja. Of is een dialoog van spreken en luisteren? Ja. En waarbij mensen, waarbij we onszelf, de rouwende, eren. Ja. Maar ook en vooral ook de overledene eren. Dat is eigenlijk belangrijk in rouw, dat de overleden persoon geëerd wordt. Maar natuurlijk zijn ook beelden belangrijk. Ook symbolen, rituelen, beelden helpen ook soms om zaken uit te drukken waar we moeilijke woorden voor vinden. Ik heb gekozen voor dit beeld van het hart dat zo gebroken is. Wat je ziet in allerlei brokstukken. Uitgedrukt wordt. En daarin zit eigenlijk de essentie van rouw. Enerzijds verwijst dat naar het gebroken hart. Het gebroken hart, dat verwijst naar de liefde. Naar de relatie. We zouden niet rouwen als we niet in relatie gaan met mensen. Als we niet, iemand niet dierbaar hebben, als we ons niet zouden hechten. Rouw is de achterkant van de liefde. En als die relatie bedreigd wordt, als die onherroepelijk verdwijnt, dan kunnen we de ervaring hebben dat ons hart gebroken is. Tezelfde tijd is het ook vaak hartbrekend in het praten met mensen. Dat maakt het misschien dat het soms moeilijk is om erover te praten, omdat het ook heel intense en sterke emoties kan oproepen. Dat het bijna ervaren als het is hartbrekend om de confrontatie met die pijn aan te gaan. En een derde dimensie die daar ook in zit is, we worden geraakt in het hart van ons bestaan, van wie dat we zijn. In de kern, in het hart. Ja. En dan hebben we het eigenlijk ook over betekenisgeving. Want wat gebeurt er als we in de kern, in ons hart geraakt worden, van wie dat we zijn, dat we niet meer goed weten wie dat we zijn, dat we onszelf verliezen, kwijt zijn, onszelf niet meer herkennen na een verlieservaring. Ontstaat er ook een hele zoektocht naar betekenisgeving. En daar wil ik het met jullie een beetje over hebben. Maar misschien eerst even deze zin, dat komt uit een song van een zangeres, Melanie de Basio. En die trof mij. Een heel eenvoudige zin. Maar what good is grief? Wat is er eigenlijk goed aan rouw? Rouw is toch iets pijnlijk, is toch iets negatief? Is toch iets donker? Ja? Is toch niks goeds aan? Moeten we dat niet zo vlug mogelijk weg hebben? En in onze maatschappij zijn we heel erg gericht op een eindpunt. Rouw moet eens, en we zeggen dan na een half jaar of na een jaar, of als een keer alle seizoenen voorbij zijn. Maar ergens moet het toch wel eens een eindpunt hebben. En dan zie je dat mensen gericht zijn op dat negatieve moet zo vlug mogelijk weg uit ons leven. Maar anderzijds, wat je ook ziet, is dat mensen die pijn, die rouw, ook zo lang mogelijk vasthouden. Die pijn mag niet weg. Want als die pijn weg is, dan is mijn geliefde weg. Want het is ook via die pijn dat ik laat zien, of dat ik voor mezelf kan ervaren dat ik iemand graag zie. Dus dat is, daar zit een beetje een gevaar in als we rouw herleiden tot enkel iets heel negatiefs. En iets pijnlijks, omdat we dan rouw reduceren tot die pijn. En dat we ofwel maar twee wegen hebben, ofwel moet dat pijn zo vlug mogelijk weg, want dat is te lastig. Ofwel moeten we die pijn vasthouden, met het risico dat we vastlopen in die rouw. Dus wat ik kijk anders naar rouw. En rouw is universeel, is er, helpt ons op een of andere manier om verlies, om ons aan te passen aan verlies. Om met verlies om te gaan, om ons aan te passen aan een hele wereld die veranderd is door verlies. Dus in feite heeft dat ook iets positiefs. Niet positief in de zin dat het geen pijn doet, maar wel dat het een zin heeft, dat het rouwen een betekenis heeft.
dat het inherent is aan het leven, dat het ingebakken zit in ons DNA. Ja. Ja. En dat het heel sterk verbonden is met wie we zijn, met onze identiteit. Ja. Want we zijn ook wie we zijn door verlieservaringen. Dus het is belangrijk om een beetje op een andere manier te kijken naar rouw. En daar wil ik met jullie ook wat doen, ook in deze pandemie. Ja. Misschien eventjes, ja, als we kijken naar verlies in deze pandemie, hebben we allerlei vormen van verlies. We hebben natuurlijk verlies door overlijden, hè, door het virus zelf of aan iets anders tijdens deze periode. Maar we hebben niet alleen verlies door overlijden, we hebben ook allemaal andere vormen van verlies. Wat ik dan noem levend verlies. Ja. Bijvoorbeeld ook door de coronamaatregelen. We kunnen ons werk verliezen en ons inkomen verliezen, financiële zekerheid en veiligheid. En een heel stuk van onze identiteit en betekenisgeving. Hè. Misschien dat, zoals we in de horeca, hè, 8 maand, 9 maand niet kunnen werken. Hè. Dat is een verlieservaring. We kunnen gezondheid verliezen. Ja? We kunnen niet sterven aan het virus, maar we kunnen er wel behoorlijk ziek van zijn. En soms langere validatie moeten hebben, het gevoel hebben dat onze vermoeidheid niet weggaat en dat we zwakker zijn dan daarvoor en heel wat dingen minder kunnen en dat we niet herstellen. Hm? Ook, daar wordt heel veel over gesproken, het verlies van mentaal welzijn. Hm? Er is veel eenzaamheid, er is veel angst, hm? Gevoelens van depressie. Hm? Pas op, dat zijn geen stoornissen. Hm? Dat zijn normale gevoelens, ja, en normale impact van verlies in een beetje abnormale omstandigheden. Er wordt veel te vlug over stoornissen gesproken. Maar ik kom daar straks nog op terug. En dan hebben we ook nog verlies van vrijheid, van controle in ons leven, van verbinding, van veiligheid, van cultuur enzovoort. Op allerlei vlakken van het leven, in alle dimensies van het leven kunnen we verlies ervaren. In deze tijd. Dit gezegd zijnde, weten we, en misschien ervaren jullie dat ook, dat er ook winst is. Heel wat mensen drukken dat ook uit. Er is naast het verlies, of door het verlies, of dankzij het verlies, ook winst. Bijvoorbeeld aan vertraging in het leven. Aan het besef dat contact en fysiek contact bijvoorbeeld heel belangrijk is en dat we dat geleerd hebben, dat is heel belangrijk. Dat we de sociale druk en verplichtingen een stuk kwijt zijn en dat we daar eigenlijk wel van genieten. Ja. Ook een winst is bijvoorbeeld dat er is al jarenlang, hè, zijn er heel wat tekorten op het vlak van hulp, mentale welzijn. Dus misschien hebben we dat ook geleerd, dat we daar veel meer belang moeten aan hechten. Er komen er ook subsidies en geld voor, enzovoort. Ja, dus allerlei vormen van verlies. Ja. En rouw in zijn brede definitie, ja, zou je kunnen zeggen, is het antwoord dat ik geef op verlies van iemand met wie een betekenisvolle relatie bestaat. Of van iets wat ons heel erg dierbaar is. Ja. Dus we kunnen ook een betekenisvolle relatie hebben met iets. Hè, met onze gezondheid, met ons werk, enzovoort, met belangrijke waarden. Ja. Dus... In het antwoord zit iets, in het begin van het rouwproces reageren we heel veel, maar geleidelijk aan zien we dat we meer en meer actief zelf ook ingrijpen en keuzes maken. In het antwoord zit ook iets actief, dat we ook zelf betekenis kunnen geven. In het antwoord zit enerzijds de impact van het verlies, op alle dimensies van ons leven, hè, dat verstorend werkt. Hè. Maar daarnaast zit ook dat we ook buffers hebben. Dat we ook veerkracht hebben om met verlies om te gaan. En de kern van rouw is de betekenisvolle relatie. Dus dat is heel belangrijk. We zouden niet rouwen als we ons niet zouden hechten. Als we niet graag zouden zien. Maar wij kunnen voor niemand oordelen wat betekenisvol is. In deze pandemie hebben we vooral grootouders, ouderen verloren. Ouders, grootouders. Ja. Ja.
En dat kunnen bijvoorbeeld voor kleinkinderen, een grootouder verliezen kan een enorme rouwproces zijn. Kan een heel betekenisvolle relatie zijn. En er wordt vaak gevraagd, is rouw, is dat iets unieks? Is dat iets universeel? Het is de beide. Dat wordt uitgedrukt in die vingerafdruk. Want als ik niet gezegd had, de vingerafdruk, jullie hadden allemaal al direct herkend aan die patronen, aan die lijnen en die patronen die de lijnen vormen, hadden jullie allemaal al herkend, dat is een vingerafdruk, voor ik iets zei. En tezelfde tijd is elke vingerafdruk uniek. En dat is ook een beetje mijn rouw zo. Elk rouwproces is uniek, maar tezelfde tijd ook universeel. Er zit ook een samenhang in, er zit ook een patroon in. Ja? Het is ook herkenbaar. Ja? Het is niet zo uniek dat het niet herkenbaar is. En daarom kunnen we samen vanavond ook spreken over rouw. En omdat het herkenbaar is. En hoop ik dat de dingen ook die ik vertel ook op een of andere manier ook herkenbaar zijn voor jullie. Nu, elk rouwproces is uniek. En dat komt ook omdat er allerlei factoren zijn die het beïnvloeden. Ja. Misschien is het goed om een aantal factoren te overlopen en die dezelfde tijd koppelen aan deze coronaperiode. Die factoren determineren, bepalen, kleuren een stuk elke verlieservaring. Die factoren kunnen een rouwproces bemoeilijken, ja. Of ook meer faciliteren, hè. Meer makkelijker maken. Ja. Er zijn zeker in deze tijd heel wat factoren die het bemoeilijken. Hè. Laten we het dan hebben over de omstandigheden van het verlies. Ja. Er zijn overlijdens die op een zeer traumatische manier gebeuren. Ja. Waarbij, hè, we kunnen spreken toch, hè, als mensen die het zelf hebben meegemaakt, om iemand op een COVID-afdeling te verliezen, dat dat chockerend is, dat dat een beetje bijna gewelddadig overkomt. Het gevoel ook dat de dierbare ook op een of andere manier geschonden wordt. En dat is zo'n kenmerk van trauma. Het onverwachte, het schokkende, een beetje gewelddadige. En ook een kenmerk is dat onze, door die ervaring, een traumatisch impact, we zeggen dat onze wereld ondersteboven is. Dat we, onze voorspelbare wereld, onze herkenbare, betrouwbare wereld, is op zijn kop. Ja. En dat is een traumatische ervaring. Ja. We worden geconfronteerd met heel wat lijden. Ja. Het lijden van onze dierbaren, ja, is zeer confronterend. Het isolement, ja, waarin zowel onze geliefde zich bevindt, ja, in een COVID-afdeling, maar ook onze eigen isolement ook, hè, dat we er niet bij kunnen, dat we thuis zitten, dat we, hè, er is zo een ziekenhuis, een man die op een bank zat voor het ziekenhuis, en sprak hem aan en die zei van, mijn vrouw is opgenomen, ik mag er niet bij, ik mag niet binnen, en ik blijf hier gewoon op de bank zitten. Ja, ik kan ergens anders naartoe, ik heb niemand anders. En ik kan hier gewoon blijven zitten tot ik binnen mag. Of iemand anders die zegt, het laatste beeld dat mij bijstaat is aan de deur van spoed, waar ik mijn moeder heb achtergelaten. Dat zijn veel traumatische beelden. Hè? En veroorzaakt veel onmacht en angst en een stuk schuldgevoel en zelfverwijten ook. Hè? Van, ik heb niet genoeg kunnen doen, ik heb niet genoeg kunnen helpen, niet genoeg kunnen zorgen. Een ander aspect is bijvoorbeeld het beperkt verstoord afscheid nemen. Eventueel kon ik erbij zijn, maar met masker, met schorten, met handschoenen. Ik kan niet echt fysiek contact maken. Ja. Of via iPad en smartphone. Hè? Ja, dus het concrete afscheid dat bemoeilijkt is, en dat is wel dat kan wel een probleem zijn, omdat we dat concrete afscheid wel nodig hebben. Ja, dat helpt ons om de realiteit van het overlijden, om dat te erkennen. Ja, dat het echt gebeurd is. Met onze concrete zintuigen willen we dat vaststellen.
We willen aanraken, we willen zien, we willen horen wat niet meer te horen is. Op allerlei manieren. Als we dat concreet zijn tijdelijk vaststellen, helpt dat om de realiteit van het verlies te erkennen. Als we dat niet hebben gehad, kan dat veel moeilijker maken. Belangrijk is wel, daar kom ik straks nog op terug, dat we gezocht hebben naar allerlei alternatieven. Denk ook aan de beperkte aantal personen, geen koffietafel, die rituelen die er niet hebben kunnen zijn. Bijvoorbeeld in onze cultuur, misschien hebben we een bepaalde geloofsgemeenschap waar we toe behoren, waar we anders steun uithalen, waar we nu niet hebben kunnen die steun van krijgen. De troost van onze bekende rituelen is een stuk verstoord of weggevallen. Ja, dus ook de cultuur is ook een heel belangrijk, speelt daar een belangrijke rol in. Ook sowieso alle activiteiten die wegvallen, dus we hebben ook geen afleiding. We worden er ook bijna in geduwd en in gehouden in dat verlies. Er is geen afleiding, geen ontmoeting. De beelden die we zien in de media, heel wat mensen vertellen mij ook, van ik kijk niet meer naar het nieuws, ik wil die beelden niet meer zien. Het is ook goed om ons daarvoor af te sluiten soms, want te veel van die beelden zien kan ons weer hertraumatiseren. Er zijn ook allerlei rouwsluiers. Ja, er zijn allerlei ideeën over rouw die rouw kunnen bemoeilijken. Ja. Bijvoorbeeld dat de mate van pijn de mate van liefde bepaalt. Ja, dat kan een probleem zijn voor iemand. Hè? Want het is pas door de hoeveelheid pijn dat ik laat zien of ervaar, dat ik kan laten zien dat ik iemand graag zie. Of men spreekt heel veel van, dat zal in onze pandemie, dat zal allemaal pathologische rouw worden. Dat zijn zaken die niet kloppen, maar die toch wel verteld worden. Dus ook sociaal, zeker met het thuiswerk, met meer de isolatie. De hele maatschappij is een beetje geïnfecteerd door de angst ook voor het virus. Ja, en iedereen plooit zich een beetje terug. Het is niet altijd evident om goede steungevende contacten te zoeken. Ook een belangrijke factor is de relatie. Ik heb het al gehad over ouders, grootouders. Ja, en dat we dat soms onderschatten, die sterke band tussen grootouders en kleinkinderen. Dat het belangrijk is om daar aandacht van te geven en te zoeken naar alternatieven. Ja. Ja, de verstoorde dynamiek van afstand en nabijheid. Dat we het gevoel hebben, doordat we fysiek afstand moeten houden, dat er ook emotioneel afstand is. Of dat juist dat er meer angst is, dat we met meer angst zitten, dat we behoefte hebben om meer nabij te zijn en meer contact en fysiek contact te hebben. Dat onze behoefte groter wordt. En dat we ook meer behoefte hebben aan de nabijheid van de persoon die overleden is. Ja. Dus, ik ga toch, misschien dat ik toch ook een beetje niet te lang stilsta bij alles, want er is voor alles heel veel te vertellen, maar misschien kan er straks bij de vragen nog aan bod komen. Ja. Ja, en dan zijn er ook nog factoren die met onszelf te maken, met onze persoon, ja, te maken hebben met onze emoties die we soms niet altijd kunnen reguleren. Soms zijn onze emoties te groot. Ja, focussen we daar erg op? Ja, we kunnen heel erg gefocust zijn op de pijn. Ja. En dat zie je soms ook wel een beetje, of hoor je soms wel een beetje, dat daar te veel de focus op gelegd werd, op de impact, de pijnlijke impact van corona en alle maatregelen, en onvoldoende op onze veerkracht en onze mogelijkheden om mee om te gaan. Want enkel het uiten van de pijnlijke emoties is niet helpend. Ja. En kan vaak die emoties versterken en de duur zelfs verlengen. Want als je elke enkel pijn ziet in een situatie, zal die pijn ook groeien. Ja. Dus soms kunnen de emoties ook te klein zijn, ja, omdat we wat geïsoleerd zijn en misschien een beetje in onze bubbel zitten. Het gevoel van ik mag niet te veel voelen. Ja, en maken we dat allemaal een beetje kleiner. Ja. Maar als we te weinig voelen, kunnen we ook een beetje bang zijn dat we misschien iemand niet graag genoeg gezien hebben. Of als we te veel gevoelens hebben, kunnen we bang zijn om gek te worden.
Dus er zijn ook in deze tijd ook minder kans op positieve ervaringen en gevoelens. Terwijl uit wetenschappelijk onderzoek ook blijkt dat het kunnen positieve gevoelens hebben bij rouw een grote hulp is bij het rouwproces. En helpt bij het herstel en bij het reguleren van de stress. We kunnen ook een verschillende hechtingstijl hebben. Iemand die wat meer angstig gehecht is, zal veel meer behoefte hebben aan die nabijheid. En de eigen emoties wat uitvergroten om zorg te krijgen, om aandacht te krijgen, steun te krijgen. Iemand die wat meer een vermijder is, die zegt ik ben eerder een flink, ik doe het wel op mezelf, ik heb niet zoveel contact nodig, die kan het wat minder lasten hebben in deze tijd. Dan kan iemand zeggen, ja, het gaat me eigenlijk wel redelijk goed, want ja, ik krijg hier een berichtje dat de lezing doorgaat, we zijn ermee bezig. Ja. Ja, dus wat er ook soms gebeurt, wat ik ook wel vaststel in de praktijk, is vaak dat oude verlieservaringen, de oude verliesgeschiedenis terug wakker wordt, terug geactiveerd wordt. Dat we ingehaald worden door de verliezen uit ons verleden. En soms schrikken mensen daarvan. Ik dacht dat ik het overlijden van mijn moeder of vader of vrouw of kind al verwerkt had. En ineens komt dat allemaal weer naar boven. En dan moet ik zeggen, dat is heel normaal. We hebben allemaal schaduwrouw. Al die verliezen blijven ergens bij ons. De overledenen blijven bij ons. En dat is niet erg. Dat is heel normaal. Dat is heel oké. Je moet daar niet bang van zijn. Het is een kans om weer, ja, zo, misschien een stukje rouw aan te gaan. Wat verlies te verwerken. Ja? Of oude trauma's te beperken. Dus dat is, ja. Maar dat kan soms lastig zijn. Ja. En tenslotte merken we ook dat onze, wat ik daarnet ook zei, onze basiswereld verdwijnt. Hè? Onze veilige wereld, onze vrijheid. Wat we dachten dat we vrij waren, autonoom waren, alles onder controle hadden. En ineens blijkt dat, hè, wordt dat aangetast. Hè? Waarbij dat soms mensen het idee hebben van, oei, hè, een stuk angst voor de toekomst, angst dat het niet meer goed komt. Ja? En staan we voor de uitdaging van... Ja, en als het ware toch hoop te blijven houden, vertrouwen te hebben in de toekomst en als het ware onszelf of onze wereld terug een beetje heruit te binden. In plaats van over een rouwproces kan je spreken over een rouwtraject. Eigenlijk een soort weg die we gaan, ja, waarbij we direct na een verlies, een grijpend verlies met een acute rouw zitten, hè? Met impact op al die levensdomeinen, hè? Emotioneel, fysiek, hè? Alles rouwt en ons. Hè? En dan zien we dat we geleidelijk aan, maar heel grillig, hè? Dat loopt niet rechtlijnig, een rouwproces. Dat is met ups en downs en hoogtes en laagtes en dieptes. Ja. Maar dat geleidelijk aan zich als het ware neerlegt of ontwikkelt in een vorm van continue rouw. Ja. Dus dat het verlies op een of andere manier geïntegreerd raakt in ons leven. Ja. En daarmee geef ik ook aan dat rouw geen eindpunt heeft. Rouw is iets dat levenslang bij ons blijft. En dat moet ook niet stoppen. Ja? Dat mag ook. Dat is teken dat dat geïntegreerd is. Ja? Ja. En het kan, hè, zijn dat in een bepaald aantal situaties of gevallen, hè, het zich ontwikkelt in een vorm van chronische rouw. Hè? Wat we ook noemen gecompliceerde rouw of de rouwstoornis. Hè? Dat rouw op een of andere manier acuut blijft. Ja. Ik wil daar kort iets over zeggen, ja, omdat daar tegenwoordig vaak ook naar verwezen wordt, alsof dat we door de coronapandemie heel veel complexe en gecompliceerde rouw zullen krijgen, en daar geloof ik niet. Ja. Wat bedoelen we met complexe rouw? Er wordt ook de rouwstoornis zelfs gezegd. Eigenlijk wordt daarmee bedoeld dat de rouwpijn met een hoge intensiteit, dat we bezet blijven met die heftige verlangens, met dat grote gemis, ja, dat afgesneden zijn van de geliefde, van de dierbare, en dat blijft in ons. We blijven verlangen naar de terugkeer van die dierbare. Hoe dan ook, mijn leven gaat maar verder als het terugkomt. Dus die intensiteit, en het beperkt ons dagelijks functioneren. Ja. Ja. En daarvoor, ja, we blijven daardoor bezet en het leven stopt. Ja, dat is in het kort gezegd. Hè? En dan kan het wel nodig zijn om daar hulp bij te krijgen. Nu, wat zien we uit onderzoek is dat een meerderheid van de mensen
rouw op de eigen manier beleeft en ervaart en integreert in het eigen leven. Na natuurlijk verlies ontwikkelt 10% een complexe rouw. Na traumatisch verlies weliswaar. Hè? En dan komen we een beetje in, hè, meer dichter bij corona ook. Hè? Als dat ervaren wordt als traumatisch verlies, is er 50% wel meer kans op een rouwstoornis. Een ander onderzoek zegt van ja, oké, wat is dan een mogelijke hulp? Hè? Wat belangrijk is, dat we zeker vertrouwen op de veerkracht van mensen. Ja? En van mensen, van onze omgeving en van de maatschappij. Ja. Ik laat eventjes dit zien. Dat is een Amerikaanse onderzoeker, Bonanno. Die heeft onderzoek gedaan naar heel veel traumatische ervaringen in de wereld, traumatische gebeurtenissen. Ja. Ja. Bijvoorbeeld ook het SARS-virus in 2002, of na de terreuraanslagen, heeft hij onderzocht. En je ziet eigenlijk drie grote trajecten terugkeren. Ja. De onderste lijn, ja, dat gaat over verticaal de mate van aanpassing. Onderaan gezondheid, bovenaan meer en meer dysfunctioneren. De horizontale lijn gaat over de verloop van de tijd, 1 jaar tot 2 jaar na de potentieel traumatische ervaring. Dus de tijd die verlopen is. Dus wat ziet men? De onderste lijn is dat een meerderheid van de mensen een resilient en veerkrachtig traject volgt. Dus dat een meerderheid van mensen veerkrachtig blijft, vrij stabiel blijft functioneren en zo'n ingrijpende verlieservaring kan integreren. Ja. Ook, vooral ook positieve herinneringen aan de overledene, het behoud, hè, positieve ervaringen kan beleven. Ja. En dus vrij stabiel blijft functioneren. Ja. En dan zie je dat als je een beetje hoger gaat, hè, percentage van wat men noemt het hersteltraject, dus van mensen die vrij... Ja, ontregeld geraken door een verlies, maar dan na verloop van tijd terug stabiliseren. En dan helemaal bovenaan zie je het percentage dat een chronisch traject volgt. En dan die kleine, die stippenlijntjes nog, delayed, dat betekent uitgesteld, wat we noemen uitgestelde rouw. En we hebben in onze maatschappij het idee, als we mensen weinig rouwreacties vertonen na een verlies, dat ze hun rouw uitstellen. En ze gaan er wel een klop krijgen. Uit onderzoek blijkt dat niet. Ja. Er is heel weinig uitgestelde rouw terug te vinden. Als mensen geen intense of weinig rouwreacties vertonen na verlies, zullen ze dat ook later niet doen. Ja, dan er worden ook zo, om rouw beter te begrijpen, we hebben er allemaal behoefte aan, er is veel literatuur, we zoeken boeken, rouwmodellen ook. Ja, die ons kunnen helpen om onze eigen rouwervaring en die van onze dierbaren rondom ons beter te kunnen begrijpen. En één nieuw model dat ontwikkeld is, is het duale procesmodel van rouw. En wat zegt dat model eigenlijk? Ik heb daarvoor het beeld gebruikt van het roeibootje. Ja, dat rouwen eigenlijk roeien is met twee riemen. Ja, als we met één riem roeien, dan draaien we rondjes. Dan raken we niet vooruit op ons traject. Dus het is nodig dat we twee riemen gebruiken. Ja, en dat is eigenlijk een stressmodel. Ja, en dat zegt eigenlijk dat een verlieservaring, dat daar twee grote stressoren zijn, of bronnen van stress. Ja. De ene is het verlies op zich. En de tweede stressor is de impact van het verlies op ons leven. Dus alle andere stress die daaruit voorkomt. Ja. Op de opvoeding, op ons werk, op onze hobby's, op onze vriendschappen, op onze relatie, enzovoort. Hoe we heel ons leven organiseren. Dus... De impact heeft ook op het leven. En ze noemen dat aan de ene kant een verliesgerichte coping, aan de andere kant herstelgerichte coping. Ja. Dus enerzijds kunnen bezig zijn met het verlies, er kunnen over praten, verdrietig zijn, huilen, schuldig voelen, eraan denken, naar het graf gaan enzovoort. Anderzijds het leven terug kunnen oppakken. De rollen, de taken die je opneemt in het leven, afleiding zoeken. Met andere je hobby's terug opnemen of nieuwe hobby's zoeken enzovoort. Het is heel dat aanpassingsproces. Nu, en gezond trouwen is kunnen heen en weer bewegen tussen die twee. Is die twee riemen gebruiken. Ja. Ja. Nu, dat wordt door corona wat bemoeilijkt. Bijvoorbeeld, met verliesgerichten, we hebben bijvoorbeeld geen afscheid kunnen nemen.
We hebben maar een beperkte uitvaart kunnen houden, enzovoort. Dus we hebben weinig contacten om er te kunnen over spreken, enzovoort. Dus dat wordt bemoeilijkt. Het herstelgerichte wordt ook bemoeilijkt, hè? Want er is weinig afleiding. Hè? We moeten, er zijn vaak ook extra zorgen en extra stress van het thuiswerk, enzovoort. Ja, dus dat gezonde rouwproces met die twee riemen wordt op die twee vlakken eigenlijk door corona bemoeilijkt. Ja, zelf spreek ik graag van het drie-sporen-model. Bedoel ik van, hè, dus het is de bedoeling dat we door te rouwen het verlies op een betekenisvolle manier integreren in ons leven en wie dat we zijn. Ja. En daar zijn drie zaken voor nodig. Eigenlijk is rouw een soort een reorganisatie of een soort omvormingsproces. Eigenlijk is dat ook betekenis van verwerken. Ja. Iets tot iets anders maken. Ja. Ja, betekent dat eigenlijk. Ja. Zoals we voedsel verwerken. Ja. We maken iets tot iets anders. Ja. Dat eetbaar is, dat verteerbaar is. Ja. Door te kauwen, te herkauwen. Ja, wordt de pijn van het verlies meer en meer draaglijk. Ja, dus dat is het omvormen van de pijn, zodat het niet langer voortdurend voorgrond is, maar meer ondergrond, ja, of achtergrond. Tweede dimensie is de relatie. Ja. Die dynamiek van de afwezige aanwezige. Vaak is de overledene, de afwezige, nog nooit zo aanwezig geweest na iemands overlijden. Ja. Ja. Dus ja, op een of andere manier, en dan is het niet de bedoeling om los te laten. Ja. Dat is een boodschap die vaak gegeven wordt aan mensen. Hè. Je moet hem loslaten. Nee, het gaat om anders leren vasthouden. Ja. Het gaat om een omvormingsproces. Natuurlijk, fysiek is die persoon er niet meer. Hè. Dat is onherroepelijk, is dat afgelopen. Ja. En dat is een enorm proces om dat echt te voelen en te ervaren dat dat onherroepelijk en definitief zo is. Maar het is niet omdat de relatie, dat de persoon fysiek niet meer bestaat, dat de relatie niet meer bestaat. Het is niet omdat de persoon fysiek afwezig is, dat de relatie niet meer aanwezig is. Ja. Dus de bedoeling is van, oké, concreet fysiek. In mijn wereld is die persoon niet meer, maar hoe kan ik die op een constructieve wijze meenemen in mijn leven? Hoe kan ik die verder laten deel uitmaken van wie dat ik ben? En ten derde gaat het over en hoe ga ik mijn leven opnieuw omvormen? Hè? Mijn leven dat nu verder gaat, van het moment van het verlies ben ik iemand zonder die ander. En moet ik eigen beslissingen nemen, eigen keuzes maken, eigen stappen zetten. Ja, ga ik al of niet opnieuw gaan werken? Hoe ga ik dat doen? Ga ik al of niet opnieuw naar de yoga? Hoe ga ik dat doen? Wil ik dat nog doen? Wie ben ik nu eigenlijk? Ja. Wie ben ik nu zonder die ander? Ja. En naar welke toekomst ga ik? Enzovoort. Dus dat is eigenlijk een omvormingsproces op die drie vlakken. Oké, wat kan ons daarbij helpen? Het ABC, dat klinkt een beetje oneerbiedig, maar om even aan te geven, zo'n drietal basiselementen van heling. Ja. De A staat voor aandacht en acceptatie, de B voor balans en beweging en de C voor connectie en communicatie. Ja. Natuurlijk houdt er nog heel veel meer in, hè. Daar kom ik straks nog even op terug. Maar wat kan helpen bij de heling is onze met enige mildheid voor onszelf. Ik hou een pleidooi dat we niet meer zo streng zijn voor de rouwende. Hè? Dat het nu al zo lang geleden is, of zo intens, of te weinig, of te veel, of te diep. Dat speelt geen rol. Hè? Laat ons mild zijn voor ieders proces. Maar het komt erop aan om je rouw te accepteren. Dat je rouwt. Niet verlies, hè? Maar wel je rouw. En de realiteit. Dat je leven veranderd is omdat je iemand dierbaar verloren hebt en dat het leven ondanks dat toch verder gaat. En zoals iemand zelf schreef, iemand is zijn partner verloren in augustus en die zegt van hoe kan ik nu september in als ik die persoon in augustus achterlaat. Dat idee. Maar toch, met alles wat daarbij komt, kijken. Met aandacht voor wat er is.
niets te veroordelen. Of, ja. Tweede is, dat belangrijk is, is die beweging. Ja. Dat het om gaat om, ja, om te openen en te kunnen sluiten. Ja. Om te kunnen inzoomen op het verlies en weer te kunnen uitzoomen. Ja. Op dat heen en weer bewegen. Ja. Ja. Om naar de pijn toe te gaan en van de pijn weg te gaan. Ik vraag soms een keer aan mensen van, maak een keer een vuist. Span aan. Nog. Ja. En stel je eens voor dat je die vuist nooit meer open krijgt. Wat zou dat zijn? Omgekeerd, hou eens je hand open. Open en blijf open houden. En span het op, alleen open. En stel je eens voor dat je die hand nooit meer dicht krijgt. Dat is eigenlijk rouw. Ja. Dus kunnen vuist maken en kunnen openen. Ja, kunnen afsluiten en kunnen openen. En naartoe gaan ervan weggaan. En ten derde, belangrijk is de connectie en de communicatie. In connectie blijven, één met de overledene. Die moet niet weg. Die is niet weg. Die blijft bij je. Heel veel mensen gaan in dialoog met de overledene. Of gaan op allerlei manieren zoeken naar wegen om die connectie te blijven behouden op een of andere manier. In connectie blijven, in verbinding blijven met jezelf. Met je innerlijke overtuigingen, je innerlijke waarden, met wie dat je bent. Het is verlies, verleiden is ook een existentieel proces. En vraagt ook om betekenisgeving. De complexiteit van een rouwproces wordt niet bepaald door de omstandigheden. Niet omdat het COVID is. Niet de oorzaak. Dat gaat niet maken dat het complex is, wordt, maar door of we al of niet betekenis kunnen hebben. Ja. Als iemand geen betekenis kan geven en meesterft, of eventueel meesterft, of iemand zegt van er is geen toekomst meer, er is geen... er is niks meer voor mij. Ik kan even goed hier de rest van de tijd uitzetten. Zo zei iemand. Ik ga hier nu nog na de dood van mijn zoon de rest van de tijd uitzetten. Dat is jammer. Het kan ook anders. Ik ga stilaan een beetje naar het einde van het verhaal. Ja, want ik zie dat ongeveer de tijd is. Een paar zaken die misschien ook kunnen helpen. Eén is, mijn adagium is altijd eren, niet corrigeren. Ja. Rouwen worden voortdurend gecorrigeerd. Ik heb dat daarnet al gezegd, maar ik herhaal het nog eventjes. We krijgen voortdurend de boodschap dat het op een of andere manier moet stoppen, of dat de intensiteit moet stoppen, of dat het lang genoeg geduurd heeft, of dat het niet op de goede manier gebeurt, te intens is of te weinig. Belangrijk is dat niet te doen, om vooral de rouwende te eren. Ja, te eren, te honoreren, te legitimeren in het eigen proces die mensen gaan. Ja. Tweede, die uitspraak is van een man met een hersentumor. Die zei van, corona is mijn kleine zusje. Ja. En waarmee je bedoelde van, door het feit dat iedereen in de maatschappij aan het lijden is en aan het afzien is... kon hij op een of andere manier zijn eigen, want een hersentumor die ook terminaal was, kon hij op een of andere manier zijn eigen toestand overstijgen. Ja, hij had, op een of andere manier werd het gedeeld met de bredere samenleving. Het werd algemeen gedeeld. Ja. Ja, en dat is ook iets wat je algemeen ook kunt zien in de samenleving, dat dat ook een hulp is voor ons allemaal vaak. Dat we weten van, we zitten allemaal in datzelfde schuitje. We delen allemaal die ervaring. En dat kan op een of andere manier ook betekenisgevend zijn. Ja. Mensen zoeken naar allerlei alternatieven. Ja. Ik herinner mij eens dat Stanley Kratz, de bekende acteur, ook heel erg fulmineerde tegen de beperkingen in de... uitvaart, voor zijn moeder. Maar toen ik hem later ook eens hoorde praten, van, hadden ze een alternatieve vorm van uitvaart gevonden. Hadden ze zo in beperkte kring anekdotes verteld over
en verhalen verteld over een mama en zo. En hij had, er toch was het een heel mooi en waardig en zinvol afscheid geweest. Dus we kunnen op allerlei manieren zorgen voor alternatieven. Maar misschien zijn daar ook vragen rond. Ja, het is ook te maken met perceptie, hè? Met betekenisgeving. Ja. We kunnen zeggen van, ook vanavond, verdorie, terug Teams, terug Zoom. Ben dat beu, ik heb er allemaal geen zin meer in. Maar ik las ook ergens iemand die zei, ja, het virus heeft gewacht tot de digitale wereld er was. Ja. Ik vond het eigenlijk wel een mooie, ook om te zeggen. Ook zo kan je er naar kijken, want dankzij deze media kunnen we ook vanavond het hier doen. En met elkaar ook spreken. En, ja. Dus het heeft ook, je kunt zeggen van, ja, dat is een ramp wat mij allemaal overkomt. Ja, dat ervaren als een persoonlijke ramp. Ja. Als verwoestend en als ja, iets van dat zal maken dat er weinig toekomst is. Als je die drie samen op die manier betekenis geeft, dan is dat een risicofactor voor complexe rouw. Ja, maar soms zeggen mensen bijvoorbeeld, ja, ik heb een slecht lotje getrokken, bijvoorbeeld. Ja. En dat helpt om ja, ermee verder te kunnen. Wat ik daarnet ook al zei, van het oud zeer dat wakker gemaakt wordt, dat het ook een kans biedt terug. Hè? Dat het ook mogelijk biedt om, hè? Denk aan een vrouw die ja, heel erg een schuldgevoel was en heel erg moeilijk had na het overlijden van haar mama op een covid-afdeling en die het gevoel had van ja, ik ga dat niet kunnen verwerken en ja, zich heel erg schuldig voelde. Dat ze tekortgeschoten was, maar die eigenlijk daardoor eigenlijk in contact kwam met veel oudere schuldgevoelens naar haar mama toe. En dat de relatie met haar mama eigenlijk niet zo positief geweest was in haar leven. Ja. En dat ze heel vaak van haar mama het gevoel had dat ze tekortschoot en niet goed genoeg was. En het gaf haar de kans om die relatie met haar mama een stukje te herdefiniëren. Ja. En uit te zuiveren. Ja. En op een andere manier mee te nemen in haar leven. Ja, en zo, wat ik net ook verteld heb over die emoties, hè, te grote emoties, te kleine emoties, kan er hier twee vragen rond zijn. Belang ook van positieve emoties. Ja. Het is ook een tijd waarin dat misschien al niet altijd evident is, maar daarom moeten we zo koesteren. Hè. Momenten van dankbaarheid voor wat er wel is en kan. Hè. Momenten van liefde, van het voelen van de hele sterke verbinding met de het geliefde rondom ons. Ja. Sociale afstand betekent niet noodzakelijk emotionele afstand. Ja. En fysiek nabij zijn betekent niet noodzakelijk emotioneel nabij. Ja. Want we denken soms, ja, als ik fysiek nabij, ja, ik weet niet, als ik bij het overlijden van mijn vader was ik fysiek heel nabij, maar ik heb hem toch niet de dingen kunnen zeggen die ik misschien wel had willen zeggen. Misschien was het gemakkelijker geweest via een smartphone. Misschien had ik dan wel meer gedurfd of gekund. Afstand helpt soms ook om emotioneel dichterbij te zijn. Klinkt misschien een beetje vreemd en misschien even om na te denken, maar we moeten oppassen dat we afstand automatisch als iets slechts beschouwen en nabijheid fysiek als iets goeds. Ja, belangrijk is ook, natuurlijk terecht zijn er heel veel gevoelens, negatieve gevoelens. Kunnen we ons bitter voelen, kunnen we boos zijn, er is veel onrecht. We kunnen blijven, pas op, allemaal oké. Okay, het gaat erom of we daar blijven in vastzitten. Hè? En we blijven zeggen van, ja, dat niet mogen gebeuren. Hè? Waarom is dat gebeurd? Waarom moest die persoon dood? Waarom moest mij dat overkomen? Ja. Dus dat we blijven in die vragen zitten, hè? Een beetje blijven in die bitterheid en woede zitten. En misschien is het dan belangrijk om op een bepaald moment niet ons langer af te vragen waarom moest die persoon dood, maar waarom heeft die geleefd? En waarom was die voor mij dierbaar? Een ander punt is van het contact, de connectie, hè, communicatie probeert toch op allerlei manieren te behouden. Hè. Daar vertel ik niks nieuws mee. Hè.
dan toch, mensen hebben toch de neiging om toch in hun eigen bubbel te kruipen en er niet uit te komen. Het is niet altijd makkelijk ook om elkaar ook op te zoeken, maar het is toch goed om te blijven zoeken op een of andere manier naar vormen van contact en verbinding. Ja, niet enkel aandacht hebben voor de ademnood, maar ook wat de zuurstof heeft, hè, letterlijk, maar ook zeker ook metaforisch. Het belangrijk is om te kijken van, maar wat geeft er ons zuurstof? En ook zoeken naar het alternatieve verhaal. Niet blijven vastzitten bij het dominante verhaal van de pijn, de impact, de tekorten, wat niet meer kan. Maar ook te gaan blijven zoeken naar wat wel nog kan. Wat wel nog mogelijkheden zijn. De tuinafsluiting hier kan een afsluiting zijn van geen contact hebben met de buren. Maar het kan eventueel een tennisnet worden. Dan kunnen we samen de afsluiting tennissen. Zo op allerlei manieren. En dat is ook belangrijk, ook in de media en ook met elkaar, dat we ook daar ook voldoende aandacht voor hebben. Ja. Ja, relativeren is ook iets wat vaak gezegd wordt. Ik vind dat ook een moeilijk woordje, hè, relativeren, want dat helpt natuurlijk wel. Maar relativeren is vaak het wegrelativeren. Zo, alsof dat mijn pijn niet meer zo mag bestaan. Ja. Maar los van wat ik allemaal verteld heb, ook over het positieve en het alternatieve verhaal, is het zeker ook belangrijk om pijn bestaansrecht te geven en te erkennen en niet weg te relativeren. Ja. Maar wel relateren. Ja. In die zin van, we zijn allemaal verbonden met elkaar. Hè. In verlies en rouw. Ja. We maken dat allemaal mee op een of andere manier. Ja. En daarin het gevoel hebben van verbonden te zijn. En dat kan iets overstijgends hebben en iets betekenis geven. Ja, en pas op voor als je het gevoel hebt dat de vermijding, dat we alles heel excessief uit de weg gaan, er niet willen over praten, niet kunnen over praten, alles wat het ook maar kan oproepen, dat we daar proberen uit de weg te gaan. Dat kan soms voor problemen zorgen. Of dat we heel erg dwangmatig willen blijven vasthouden, hè? Kan ook voor problemen zorgen. Dus dat, een betekenisgeving. Als je het beeld gebruikt van onze identiteit, hè? Onze wereld, onze bekende wereld, hè? Een vaas, kan door een traumatische ervaring in stukken, in brokken, in duizend stukken uit elkaar vallen. Ja. Die ervaring kunnen hebben. Soms zeggen mensen in rouw, het is het gevoel alsof ik in duizend stukjes gevallen ben. Ja. En dan hebben we toch wel wat keuzes die we op een bepaald moment kunnen maken. Van wat doen we met die stukken, wat doen we met die vaas? Ja. Gooien we die stukken in de vuilbak? Ja. En dan, voor mij hoeft het niet meer. Wie ben ik nog zonder die ander? Er is geen toekomst meer zonder die ander. Wat betekent ik nog? Ja. Dus onszelf een beetje uitgommen. Hè? Nee. We proberen de oude vaas te herstellen. Hè? Soms komen mensen met de vraag van ik wil terug de oude worden. Dan zeg ik, kan je daar niet bij helpen? Hè? Kan je niet helpen terug de oude te worden, maar ga je nooit meer worden. Hè? Als mensen dat toch proberen, de stukken terug in elkaar te lijmen met sterke lijn, ja, dan toch zie je nog dat het heel breekbaar en broos kan zijn en dat er niet veel nodig is. Soms om die vaas terug in stukken te laten uit elkaar vallen. Sommigen onder jullie kennen dan misschien de Japanse kunstvorm kintsugi. Hè, dat met de brokstukken, de vaas, het kommetje, terug met goudlijm extra stevig terug hersteld wordt. Hè. Dus, maar de breuklijnen worden extra in de verf gezet, worden extra benadrukt. Mag gezien worden. Hè. We zijn gebroken geweest. Er zijn breuklijnen in ons leven. We moeten dat niet wegsteken. En als we die integreren, verweven in wie dat we zijn en in ons leven, kunnen we daar ook sterker uitkomen. En gegroeid. Tenslotte, misschien dan deze. Eerst was ik een eikel. Dan is die eikel verloren gegaan. Dan is dat een boom geworden. Ja, en dan is de boom door een grote storm of door ziekte of ouderdom ontworteld. Hè? En dan hebben we er een bank van gemaakt. Ja, dus in die zin verwijst de rouw ook naar een transformatieproces. Ja. Als we verlies
ingrijpend verlies integreren in ons leven, verweven in wie dat we zijn, op een betekenisvolle manier, hè, dan ontstaat er ook een verandering in het groeiproces. Ja. En in die zin is rouw niet iets enkel maar negatiefs en pijnlijk, dat ze vlug mogelijk weg moet, maar is dat iets wat inherent is en deel uitmaakt van wie dat we zijn. Voilà, daarmee zal ik het beëindigen. Misschien, er is, ben je onderbroken geweest? Ja. Oei, ik kom er eigenlijk. Er is iets gezegd geweest nu in het chat, maar ik wou je niet onderbreken. Omdat het zo feedback was. En dan twee vragen die dat ik denk dat meer op het einde van toepassing waren. Omdat je dan eerst een concreet antwoord kon opgeven. Ik ga het even voorlezen en dan laat ik u aan het woord. Er staat, in je definitie van rouw staat relatie als begrip centraal. Het is nu net immers dat het contact met anderen en de steun van de mensen rondom jou vaak helpt bij het verwerken van rouw. Tijdens COVID is rouw echter meer in de persoonlijke sfeer terechtgekomen, te delen binnen je beperkte bubbel, terwijl een deel van het helende proces net is om naar buiten te treden en steun te vinden in anderen. Hoe kijk je daar tegenaan vanuit je ervaring? Welke impact zou dit kunnen hebben op het lange termijn van mensen hun psychisch welzijn? Velen hebben immers dramatisch afscheid moeten nemen van hun dierbaren en geen plaats gelaten voor rouwbewerking. Ja. Ja, ik sluit een beetje aan, denk ik, met wat zaken die ik besproken heb. Er wordt inderdaad terecht gewezen op het belang van sociale steun bij, als hulp bij het rouwproces. Ja. En inderdaad, door alle maatregelen is dat bemoeilijkt, maar niet onmogelijk gemaakt. Het is dus zeker belangrijk dat we andere middelen zoeken, vinden om toch op een of andere manier connectie te maken en contact te maken met mensen. Zij het op deze manier, zoals wij dat nu doen, via Zoom en andere dingen. Op een of andere manier is dat wel tof dat die middelen ook bestaan, maar niet iedereen gebruikt die. Dus dat is ook, ja. Maar dan toch zoeken naar alternatieve manieren. En ik weet het, het is beperkt. Ja, en dan is het concreet beperkt, maar dan is het toch belangrijk te zoeken naar andere middelen die ons kunnen helpen. Ja. Bijvoorbeeld door, ik zeg maar, door bijvoorbeeld een boek, hè, waarin ervaringen van rouw beschreven worden en die op een of andere manier ons kunnen helpen. Dus dat we ons op een of andere manier, ik zal het zo zeggen, ons verbinden met de gemeenschap. Hè. Zoals met corona is mijn kleine zusje of kleine broertje, die man die dat vertelt, die heeft bijna geen contacten. Maar het idee dat er in de wereld op dit moment zoveel mensen zijn die een moeilijke weg gaan, en die op een of andere manier beleiden we allemaal verlies, dat idee is op een of andere manier toch voor hem helpend. Dus... Maar het is anderzijds ook, moet ook wel gezegd worden, dat niet iedereen behoefte heeft aan dat contact. Ik hoor ook wel veel mensen zeggen bijvoorbeeld, eigenlijk was ik wel blij op de uitvaart dat er niet veel mensen waren. Ik heb het zeer intens beleefd met elkaar. We hebben dat heel samen heel waardig gedaan. We wisten wel ook dat er een livestream was, dat mensen de opnames konden krijgen, maar we hebben dat op een of andere manier heb ik dat heel intens gevoeld en ik was eigenlijk wel blij. Iemand anders had een zelfdoding meegemaakt van een zoon. En die vertelde van dat ze blij was dat ze een mondmasker mocht aandoen. En waarom? Omdat ze zich zo schuldig voelde. En dat ze dat, zich ook wel schaamde en dat ze dat zo kon verbergen. Pas op, ik zeg niet dat dat goed is. Hè? Maar voor haar was dat op dat moment een hulp, dat het allemaal beperkt was. Dat ze ook niet naar haar hobby's hoefde, want ze, was, ja, ze kon op dit moment niet verschijnen bij vrienden, bij vriendinnen, omdat ze zich schaamde, omdat ze had meegemaakt. Dus voor haar was die...
die afscherming door die maatregelen was voor haar wel een hulp. Ja. En dus we moeten oppassen dat we het niet veralgemenen. Ja, dat hoor ik soms een beetje te veel, ook in de media, dat er soms gesproken wordt voor iedereen, dat iedereen heeft huidhonger. Nee, heel wat mensen hebben huidhonger, maar heel wat mensen zijn ook blij dat ze eens niet moeten knuffelen met iedereen. Ja. Heel wat mensen zijn ook blij dat contact voor hen iets wat verderaf is. Dus we moeten een beetje oppassen om dat voor iedereen te veralgemenen. Maar er wel te zoeken van, kijk, wat is voor mij belangrijk? Ja? En heb ik inderdaad behoefte aan sociaal contact en sociale steun? Zijn er dan, binnen de beperkingen die er zijn er dan toch alternatieve manieren te vinden? Ik kan ook een mail sturen, kan ook een brief, misschien een brief schrijven. Hè? Kan ook wat foto's doorsturen. Zoeken toch naar middelen via de media die we hebben, op alle manieren toch naar connectie en contact zoeken. En niet te veel te fixeren op wat niet meer kan. Maar ik weet niet of dat een antwoord is op de vrouw of daar anders over denkt of daarop iets wil aanvullen. Ja, die vraag kwam van mij. Het was vooral eigenlijk ook gesteld omdat ik had ze in het begin gesteld, maar je hebt inderdaad tijdens die toelichting daarop ingezoomd en nu nog verder verduidelijkt. Ik zit nog met dat schema van, ik weet niet meer wie dat was, van 2011, met die delayed adjustment in mijn hoofd. Omdat je nu eigenlijk toch in een heel wat technieken die aangehaald zijn, gelijk die ABC, dat is aangehaald, dat twee riemen om te roeien, die zetten heel hard in op dat contact met mensen. En dit is toch een vrij, als je kijkt naar de studies, hè, ik volg het zeker, maar het is toch een vrij atypische situatie, omdat er juist zeker in die eerste periode rond die rouwverwerking heel veel van dat contact is weggenomen. Dus ik volg wel van dat je zegt, oké, vanuit die ervaring blijkt weinig impact te hebben op die delayed adjustment, maar het kan misschien zijn dat dit wel nieuwe resultaten oplevert, dat er toch wel een aantal mensen zijn die inderdaad in de eerste fase in die rusthuis afscheid hebben moeten nemen van een vader, moeder, onkel, grootouder, en dat ze daar ook echt niet konden bij zijn. En dat dat een beetje in dat verhaal zo, misschien ook vanuit de media, zo een beetje gerelativeerd is van oké, dan leg je erbij neer en er is niet echt plaats voor, een beetje in de verdoemenishoek gedrumd. Dat dat misschien op termijn een impact zou kunnen hebben. Maar dat is natuurlijk speculatie. Maar ik weet niet of dat... dat is hetgeen waar ik nu zelf, komende vanuit de sociale dienst en het OCMW en de dienst wel zijn binnen Kruijbeek, toch wel bezorgd om ben op de impact op langere termijn. Maar terecht, hè. Inwoners, ja. Terecht, het is zeker een bezorgdheid. Waar ik een beetje... Ja, zeker met mensen die... al kwetsbaar zijn, gaan die omstandigheden het nog moeilijker maken. Dus dat is zo'n beetje zoals ook met COVID, met het virus zelf, dat de mensen worden meest schade berokkend die vooraf al fysiek kwetsbaar zijn. En denk dat dat mentaal ook een beetje zo is. Dus dat we extra zorg moeten hebben voor de mensen die het moeilijker hebben, die wat meer geïsoleerd leven, wat meer vereenzaamd zijn, binnen onze instellingen, maar ook thuis, dat deel ik absoluut. Hè. Dus dat is, ja. En diensten zoals van u zijn zeer belangrijk om daar ook voor te hebben, om daar aandacht voor te vragen. En te zoeken naar manieren waarop toch een zeker contact, dat de mensen het gevoel hebben, we worden, al is dat er een keer aan de deur gestaan wordt met iets, hè, van we vergeten u niet, hè, toch, hè, we bestaan als er iets is. Dus zeker die connectie behouden, hoe moeilijk het ook is, toch teken van leven laten geven, teken van contact en te zoeken naar manieren, alternatieven, hoe het kan. Ja. Waar ik een beetje tegenin ga, is de doemscenario's wel, hè, alsof dat... Hè, Wat soms een beetje te veel voor mij dan in de media van een tsunami van problemen gaan op ons afkomen. De tikkende tijdbom van de depressies en de ding. Dat wil ik een beetje relativeren. Dat is uit onderzoek uit vorige rampen
is dat niet zo. Ja? Dus moeten dat, het is niet omdat mensen, natuurlijk, hè, als iemand zegt, ja, er zijn 700.000 meer mensen die ongelukkig zijn in onze maatschappij. Ja, natuurlijk, het zou wel. Ik ben nog verbaasd dat het er niet meer zijn. Ja? Maar dat zijn daarom geen stoornissen, ja? En geen ziektes en geen... En, ja, maar hoe kunnen we elkaar helpen? Hè? Als we ons wat somber voelen, wat depressief voelen, kunnen we dan ook ergens... Ja, hebben we copingmechanismen? Kunnen we mensen bijvoorbeeld helpen, mentaal bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld mensen die zeggen, ik heb zelf bijvoorbeeld heb ik een nieuwe hobby ontdekt in de tijd, puzzelen. Ik kende dat niet, deed dat niet, maar ik heb dat zo. Andere kleuren, hè, volwassenen, hè, ook, kinderen natuurlijk ook, maar ook volwassenen. Kopen van die boeken kleuren voor volwassenen. Ja, of iemand anders heeft gaat met sudoku of kruisrotaties. Dus om andere delen van het brein aan te... De emotionele brein wordt heel de dag door geijzeld door corona. Hè? Door de beelden enzovoort. Dus we moeten dat tot rust brengen, dat emotionele brein. En het andere stuk van ons brein aanspreken. Het meer het rationele dan. Hè? Waardoor dat meer tot rust komt. Hè? En iedereen kan op zijn manier dingen vinden. Ja? Het kan zijn door meer buiten te gaan, door te tuinieren, door de tuin, de natuur is ook ongelooflijk helend voor heel wat mensen. Hè? Dus te zoeken naar, en ook aan te reiken. Mensen vinden het soms zelf niet, ja? Maar we kunnen ook, in plaats van voortdurend te focussen op wat er allemaal niet meer kan, en het zou een heel programma moeten zijn van wat er allemaal wel nog kan, wat mensen allemaal uitgevonden hebben, sociaal, emotioneel, cognitief, om ja, in die moeilijke omstandigheden waar we al zitten, om daar toch door te gaan en onze veerkracht te versterken. Ik weet niet of dat een beetje... Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Ja. Oké. Ik zie momenteel geen vragen meer. Dan had ik misschien nog iets omwille van dat beslissing. Dus het is juist op ons collegebestuur geweest voor Kruibeke dat zij graag een kunstwerk zouden oprichten om rouw een plaats te kunnen geven in Kruibeke. Dus dat is nu nog eigenlijk zo wat dat we kijken naar, oké, hoe moet er een concrete invulling van krijgen? Is dat puur gelinkt aan COVID of is het echt wel een rouwplaat voor mensen in het algemeen die daar een nood aan kunnen hebben? Ik weet niet of dat je daar vanuit die ervaring nog tips rond hebt of hoe dat je daarop terugkijkt dat die beslissing genomen is. Ja, ik vind dat absoluut zeer positief. Dus symbolen, ik heb gesproken in het begin over woorden, ook over beelden die heel belangrijk zijn. Symbolen, rituelen, dat is allemaal helpend. En dus zeker ook een vorm van collectieve symbolen zoeken, rituelen. Bijvoorbeeld door een kunstvoorwerp te maken en daar een gemeenschappelijk moment voor te voorzien en een plek te voorzien waar mensen naartoe kunnen. Waar eventueel ook andere mensen kunnen ontmoeten als ze willen of niet. Ook als blijk van, we zijn samen door een hele moeilijke, traumatische periode gegaan. Hopelijk gegaan. En dat staat daar symbool van, kun je er af en toe aan terugdenken. Maar ook ja, dat het ook hoop uitdrukt. Ook van, het is ook een ritueel, het is ook altijd een soort afsluiting, afscheid van iets ouds. En uitkijkend naar iets nieuws, naar de toekomst. Dat zijn altijd die twee die belangrijk zijn daarin. Ja, ik denk dat elke stad of zo zou dat moeten doen, denk ik. Om zoiets, gemeenschap te delen en betekenis te geven. Dank u. Ja. Oké. Dank u, Johan, alleszins voor een interessante lezing. Ik zie momenteel geen vragen meer. Ik denk dat alles wel voor iedereen vrij duidelijk is geweest. En anders mogen er nog vragen in de chat worden gestuurd. Moest er nog iets te boven komen. Ik ga juist zelf nog iets delen dan. Johan, kun je iets weg?
Ja. Rechtsboven, naast verlaten en dan dat kruisje. Dan ga je het normaal sluiten. En dat kruisje verdwijnt niet of... Of een keer opnieuw klikken op het delen en dat dan ontdelen. Dat is zo naast die knop. Inhoud delen, blijft dat pijltje blijft staan. En als je het pijltje drukt, opnieuw, dan kun je normaal delen stoppen. Nee. Of gewoon de PowerPoint-presentatie sluiten gewoon. Misschien dat dan ook gewoon weggaat. Ja. Nee, blijf staan. Ik ga het proberen. Als ik ga delen, dat misschien... Ah, het is weg. Oké. Okay. Zien jullie de PowerPoint-presentatie? Ja? Oké. Okay. Ik wil nog even kort hebben over het externe steunaanbod. Moest er een aantal van jullie zijn die zeggen van oh, ik heb toch nood aan iets meer. Dat kan zijn bijvoorbeeld dat Jon zijn boek aangaf of die tips dat hij mij vertelt tijdens de PowerPoint-presentatie. Of eventueel zelf zoeken naar een rouw- of verliescontent als je nodig hebt, een huisarts, CAW, CGG, een psycholoog indien nodig of voor rouwtherapie. Daarnaast hebben we ook een steunaanbod vanuit het lokaal bestuur van Gruibeke. We hebben tot eind 2021 een budget beschikbaar voor alle behoeftigen die ondersteund moeten worden in het kader van corona, die nood hebben aan psychologische begeleiding. Moest je daar bepaalde vragen over hebben of bezorgdheden, mag je mij altijd contacteren. En dan nog even nog wat nieuws. Dus volgende week is er opnieuw een lezing over mentale weerstand en veerkracht door Benedict de Meesteren, ook om half 8. Onderstaande link ook om je opnieuw in te schrijven. En de week nadien, op vrijdag 25 juni, ook om half 8, is er een lezing over ziekte door Manu Kersen. En dan wil ik voor eerst nog een keer opnieuw Johan bedanken voor een interessante lezing en om vandaag aanwezig te kunnen zijn. En voor u allemaal natuurlijk om deel te nemen. Oké. Okay. Okay. Dan wil ik hiermee de lezing afsluiten. Oké. Dag.